Hallo kijkers van De Geweldige Kaas. Welkom. Oh ja, die skin. Welkom bij een nieuwe aflevering van Op Reis met Robin. Ik zit in 1.14 en daarmee heb ik deze wereld gedaan. En dat komt, waarom doe ik dat nu pas? Omdat het Optifine is uit. Af en toe keek ik op die site om te kijken of Optifine er wel al was. En dat komt omdat in de standaard 1.14 versie kan ik zeg maar niet in deze stad zijn. Gewoon normaal Minecraft. Dat lukt aardig. Alleen in deze streek, mijn stad hier, is er te veel aan de hand, denk ik. Ik denk dat dat de oorzaak is. Er is van alles gebouwd, dat heeft niet zoveel invloed. Maar gewoon allerlei redstone dingen die onder de grond zitten, ergens achter, allemaal schapen in een toren. Zulke dingen zorgen ervoor dat het allemaal wel trager verliep. En nu zag ik dat Optifine een preview van Optifine uit was, dus die heb ik geïnstalleerd. En nu lijkt het erop dat het allemaal op zich best wel soepel gewoon gaat. Wat chill is. Het enige wat ik ook merk is dat mijn schilderijen niet meer werken, mijn texture pack. Ik heb hem nu ook uitgezet, maar daarnet werkte die ook niet meer. Waar normaal zeg maar het stadion van Willem II, het logo van Willem II is. Een speler van Willem II, Crowley. Maar in ieder geval, hier hebben we nog gewoon Willem II. Mensen die niet van Willem II houden of er niks mee hebben, denken echt van joh, anders laat je het over Minecraft gaan. Die skin, dat moet ik even uitleggen. Dit was een of ander vaag mislukt experiment. Dat komt omdat ik dus in één keer dacht, laat ik van mijn skin een mens maken die een beetje op mij lijkt. En dat ging niet goed. Dus dat, fuck dat. Ik ga dat echt nog wel bewerken ooit een keer terug. Wacht, dit randje. What the fuck is dit dan? Is dit een nieuwe grasrand? Wat lelijk. Hoezo? Ik denk dat dat een foutje is. Ik denk dat oprecht. Omdat de gras is af en toe gedraaid. Want je hebt een masker eroverheen. En dat verandert van kleur aan de hand van biomes. En daaronder zit het gewone gras. Wat dan heel groen is. En dit is verkeerd gedraaid. Dus de oplossing is... details. Denk ik. Alternate blocks misschien. Nee, wacht. Dat was het niet. Details. Dan was het... het was een graphic van dat... Dat blokjes dan gewoon omgedraaid zijn in één keer. Other. Nee, niet other. Quality, denk ik. Quality. Of, yes, dit is een stuk beter. Want nu heb je dat niet meer. Even kijken. Ja, dat is het dan wel. Op zich heeft dit hele gebouw dan ook weinig meer. Want nu is het niet meer een radio-achtig ding. Maar een soort game station. Maar ja, dan... anders zet ik twee van die... Van die hendels neer en dat zijn dan game sticks en dan kun je daar, dan heb je daar een soort game ruimtetje. Heb ik hendels? Die zitten hier, hè, waarschijnlijk. Kijk, en dan is het toch nog kloppend of zo. Ik weet niet wat ik vandaag wil doen. Ik wou eigenlijk op een plek in de buurt een soort nieuwe. Wow, hoe ver gaat hij naar beneden, joh? Als ik shift toe. Kijk dan. Is dat nieuw? Die vleugels ook. Maar kijk dan, vanaf hier lijkt het echt of ik heel laag ineens kruip. Zie je dit? Dit is echt nog maar net boven dit randje, terwijl vroeger. Ik weet het niet, ik snap het niet. Boeien. Hoezo? Komt hier geen geluid uit? Omdat het natuurlijk... Dit klopt ook niet. Omdat het hier zo dan moet zitten. Weet je wat? Dit is goed. Ik doe hem aan de voorkant, want dat is het logischer om hem zo vast te houden. Ik wou eigenlijk naar een andere plek gaan in de buurt en daar gewoon een beetje opnieuw beginnen. Het enige wat ik meeneem zijn dit en deze twee rugzakjes. Misschien gewoon mijn tools. Mijn tools neem ik wel gewoon mee. Alleen niet mijn elytra. Ik wil niet mijn elytra gaan gebruiken. Ik ga hem wel meenemen in mijn ender chest. En dan doe ik gewoon mijn normale... Diamond chestplate weer aan. Dit is zo ouderwets om niet de elytra te hebben. Dat ben je gewoon gewend. En wat ik dan nog meeneem is helemaal niks. Ik denk dat dat wel een leuk idee is. En dan gaan we gewoon niet al te ver weg of zo, maar dan maken we in de buurt een dorpje. En we moeten er ook dus zonder elytra naartoe. Merk ik nu. Ik zal naar de kaart gaan. We gaan te voet naar de kaart van de stad. En daar zo gaan we kijken waar we heen gaan. Ik heb wel een ideetje waar we heen gaan. Het is in de buurt van de zandafgravingen. Maar misschien is er nog een andere leuke plek. Ik kan het nog slimmer doen. Ik zal het je zo zeggen. Ik open even de wereld in zo'n kaartprogramma. En dan laat ik het nu zien.
Is dit nu te zien? Nice. Dit is wat we nu hebben. Wow, dit is echt een hele andere kleur ineens. Waar slaat dat op? Wat is dit ineens? Komt dit omdat ik in 1.14 zit, waarschijnlijk? Of is dit mijn color scheme? Nee. Ik ga eens een keer, wacht hoor. Color schemes 1 is dat dan. Dit kun je zo editen. En dan doe ik een stone slab, dat maak ik iets lichter. Tenminste. Hier zo is die. En hoe maak ik hem lichter? Ik weet niet wanneer het lichter is. Alpha. Laat maar. Ik kan dit helemaal niet. Ik weet de kleurcombinatie van een lichtere kleur grijs helemaal niet uit mijn hoofd. Ik dacht dus om hier zo te gaan zitten wonen. Hier heb je ook een caveje, dat is handig. Hier haal ik mijn zand vandaan. Alleen wat ik dan wel heb is dat het lelijk is. We kunnen ook nieuwe villages gaan ontdekken. Laten we dat als nieuwe reis plannen. We gaan nieuwe villages ontdekken. Ik weet alleen niet. Dit is mijn bureaublad. Hallo. Ik weet alleen niet wat ik ga eventjes dit uitzetten. Ik ga even overviewer erbij pakken. Want dan kun je echt kijken welke stukken wereld al gegenerate zijn. En op die manier, ja, dat is anders. En dan gaan we gewoon te voet. Dat is leuker. Gaan we te voet op reis. Ik zoek overviewer output. Op reis met Robin 8 mei. Index. Ik open hem nu. Op dit moment. Let op hoor. Flats. Dit is hem. Hoe groot is dit, joh? Mijn god. Mijn stad, jong. Kijk dan. Ik wist al dat het groot was, maar echt. Mijn oude stad is hier, hè? En ik heb ooit. Ben ik heel ver gaan lopen. Echt eind 2016 was dat. Ben ik heel ver gaan reizen. Toen zag ik hier dit schiereiland. En ik dacht. Hier, dit is waar we gaan wonen. Uiteindelijk uit gaan breiden. En dit is het nu. Het moet echt nog wel groter worden. Alleen het idee dat je gewoon in één scherm. Mijn oude stad ziet en hier. En dat dit gewoon die dikke puist aan gebouwen is. Dat is echt intens, vind ik. Alleen, nu weten we dus welke kant we op moeten voor onontdekt gebied. Laten we zeggen, deze kant op. Zuid, dit is zuid, dit is west. Zuidwest gaan we dan naartoe. En te voet. Het is wel handig als we dan gewoon meer eten meenemen, lijkt me. Daarheen. Want we gaan een verre reis maken. Het lijkt mij gewoon irritant om onderweg van alles te doen. Van eten en zo. Dat is zonde van de tijd om te reizen. Oh ja, en er zijn ook nieuwe dingen. Er zijn ook nieuwe crafting tables, blast furnaces, zulke dingen. Ik ben nog een beetje bang om dat echt te gaan maken. Nou ja, ik heb nu toch Optifine, maakt niet uit. Want als ik dat ga doen en in de wereld ga zetten, dan kan ik niet meer terug naar 1.13. Of heel irritant is dat dan. Eten. De rest kan ik wel onderweg dan maken. En ik heb sowieso veel bij in mijn ender chest die dan in de gele box zit. Een bed heb ik ook bij. Wat, ja, voor de rest heb ik echt niks nodig. Mijn tools, komt dat goed? Ja, waar was ik over bezig? Wijnen. Oh ja, ik wou van die nieuwe dingen die je kan maken. En dat zijn. Die zullen hier wel tussen staan. Dit zijn helemaal niet alle items ook. Wat bepaalt wat hierin staat? Is dit. Waarom staan hier bepaalde items wel en bepaalde items niet? Dit is wel een nieuwe, leuke nieuwe texture. Of dat is helemaal niet nieuw. Laat maar. Ik weet helemaal niet of het nieuw is. Goed, wat ik zei was nieuwe dingen. Maar dat gaan we. Ik weet niet hoe je dat moet maken. Volgens mij de grindstone is stokjes. Ik ga iets maken wat ik logisch vind voor de grindstone. En ik denk dat dat zo is. Nee, dat is niet de grindstone. Hij bestaat wel, dat beloof ik. Maar dat weten veel mensen waarschijnlijk wel. Hoe ga ik ontdekken dat je dat moet maken? Internet, maar dat wil ik niet. Ik wil niet internet ontdekken. Ik weet wel dat je een blast furnace kan maken. Maar ook dat, geen idee hoe. Hoe? We gaan wel gewoon op reis. Oh ja, deze spullen moet ik even weghalen dan. En sowieso de stad uitgaan zal al echt ver lopen zijn. Maar dat maakt niet uit. Oh man, Nederland, Eurovisie Songfestival winnaar. Echt joh. Leuk. Of nou ja. Weet je.
het Eurovisie Songfestival, ik vind het wel leuk of zo. En ik volg het ook wel een klein beetje. Het is niet zo dat zodra het allemaal uit is en dat ik dan echt het YouTube kanaal ga checken en zo kijken wanneer elk nummer uitkomt. Ik totaal niet. Ik hoor dan... Ik ben wel altijd benieuwd wie er namens Nederland gaat. Dat vind ik wel belangrijk of zo. Ik wil dat gewoon wel altijd wel weten. Van, oh, dit jaar Duncan Lawrence. Dat ik dan denk van, Duncan Lawrence? Wie is dat dan? Ik ken hem helemaal niet. Hij wint vast nooit. Dat zijn dan mijn gedachtes. Dat dacht heel Nederland. Duncan Lawrence, wie is dat? Die kan vast niet winnen. En dan wint hij. Dat is wel mooi. Wow. Het hoort niet. Maar hier langs kan ik wel. Wacht. Hier langs kan ik. Ja, dit hoort echt niet. Er is een toetsencombinatie om opnieuw de wereld te laden hoor. Maar ik weet niet welke dat precies is. Waarschijnlijk werkt F3T wel. Het is een nieuw laadscherm. Dat is nice. Yes, hij doet het weer. Ik vind dat wel nice. Want vroeger als je dan resource packs ging laden. Dat was gewoon even. Was je computer half vastgelopen. Omdat hij gewoon moest laden. Alleen. Is dit nou gladder geworden? Ja, dit blok is gladder. En dit juist minder. Of ja, de texture. Maar dan moest hij even laden en dan leek het of je computer echt vast zat of zo. Maar dat is dus helemaal niet zo. Wat zit hier in deze berg? Ik heb dit ooit gemaakt, maar ik heb geen idee wat hier binnen is. Ik denk niks. Oh ja, gewoon een pad naar dit gebouw. Ah, oké, dat is wel logisch. Ik weet het ook gewoon nog wel. Hier, dit is onveilig, die rand. Dat moet ik even beter maken. Ooit. Een soort armleuninkje. We zijn nu echt al 6 minuten bezig en we zijn nog maar de helft van de stad door. Dus ik had echt beter in Elytra kunnen halen. Alleen ja, wat je dan hebt is dat het gewoon heel saai is, alleen maar vliegen. Oh, en dit is niet saai, alleen maar lopen. Nee. Onze hond, zullen we de hond meenemen? Het is een risico hoor. Oh, ik weet nog dat ik al mijn gebouwen op een kaart had gezet. En nu is het echt veel groter. Gaan we de hond meenemen? Ja, kom mee. En als je doodgaat, eigen schuld. Ik ga niet op je letten. Ik ga wel op je letten trouwens, want... Oh, maar nee, hij teleporteert wel. Als we nou onderweg een of andere kleur dye kunnen vinden, dat is leuk. Want dan heeft hij een andere kleur halsband. Sowieso moeten we de boot pakken. Dus dat is fijn dat hij hier zo ligt. Oh, shit. De hond moet er ook in. Werkt dat? Kun je erin? Kun je in de boot? Nee! Hondje. Hondje, hondje. Hier zo heen. Ja, op het land. Yes! En dan ik zo. Perfect, daar gaan we op reis ook. En op jacht naar villages. Kijk hem naar voren kijken ook. Dit is echt schattig. Dit is gewoon super leuk. Dit gaat traag, jongen. Die pedals, die heb ik eigenlijk nog nooit zo gezien. Maar het zijn wel leuk. Die pedals. Een verhaal. Oh ja. Vroeger keek ik ook wel Eurovisie Songfestival. Maar vooral vanaf 2014 denk ik dat het voor het eerst was. 2013 deed Anouk mee. Daarvoor was het echt scheid als het om Nederland ging. Finland in 2006 was echt goud. Alleen, ik vind het heel irritant. Ja, kunnen we weer? Niet bepaald, hè? Maar voor de rest, het was toen Anouk die Birds deed. En ik zat in de klas bij muziek. En mijn muziekleraar liet dat horen. En die zei, jongens, vorm eens een mening over dit nummer. Zeg er eens iets over wat jullie vinden. En toen moesten we het gaan luisteren. En iedereen was zo van, ja, nou ja, het bestaat. Wij waren gewoon nog jonge brugklassers, dacht ik. Nee, tweede klassers. En wij gaven er gewoon niet zo veel om of zo. En nou ja, dat is ook niet heel raar. Maar in ieder geval, uiteindelijk ging dan de neef van mijn moeder, J.B. Meijers, die ging dan meedoen met de Common Linens. Had hij geschreven en had hij ook de gitaar, deed hij, op de achtergrond. Want Ilse en Welen, ik zei Welen heel raar. Ilse en Welen doen zelf natuurlijk ook gitaar. Maar hij op de achtergrond, ik weet niet. Volgens mij was het een... basgitaar, maar dat denk ik eigenlijk ook weer niet. Ik heb geen idee. Volgens mij, hij is niet echt een basgitarist. Boeiend. Maakt ook helemaal niet uit. Heb je nu... Kun je dit omzetten naar Black Dye? Ja, oké. Want dat is nieuw. Je hebt niet meer inkt zeg als Black Dye. Dat is gewoon een item apart.
En Black Dye zelf is ook gewoon een item apart. Zodat je... Ja, weet ik niet, normaal kan doen of zo. Nee, maar dat was gewoon een handig systeem. Geloof ik. Rotkonijnen. Sorry, jullie hebben helemaal niks misdaan. Ik had dat nooit mogen zeggen. Ik weet niet waar de echt dingen gaan zijn. Villages. Komen we straks ook op een rand dat je zo... Omdat het een nieuwe versie is, dat dan het landschap heel anders is. Ik verwacht het eerlijk gezegd niet. Want we genereren nu al gewoon een nieuw land. Maar er zitten ook gewoon nummers van het Eurovisie Songfestival in mijn hoofd. Ofzo. Ik, bijvoorbeeld het winnende nummer van Nederland dan, Arcade. Dat is gewoon, vind ik, een heel goed nummer. Luister ik ook gewoon. Het nummer van Noorwegen vond ik eerst heel grappig. Ik luisterde ook pas voor het eerst in de finale hoor. Toen hoorde ik het voor het eerst. Een heleboel van die nummers. Maar dat zit ook gewoon echt wel even in mijn hoofd van... dat is dan met die man die zo... Dat is wel echt een goede imitatie. Maar die gaat dan tussendoor, zit hij dat te doen. En dat, ik vind dat echt... Dat, op het begin dacht ik van, dit klinkt echt best grappig. Alleen, volgens mij is daar een tempel. Of wat is dat? Ik weet het niet. Of ben ik daar ooit al eens geweest? Nee, dat is een stad. We gaan er naartoe. Dankjewel, World Generation. Dit werkt niet echt goed hoor, die World Generation. En ik denk dat het ook wel met Optifine verbeterd gaat worden. Het is ook nog maar een preview versie. Of een voor... Ja, hier, kijk. Daar heb je het al. Wat is dit nou? Hè? De ruïnes. Een Iron Golem. Zullen we die vermoorden? Nee. Het is een chille gast. Ik zag al zo'n beker. Of een bel bedoel ik. En wat gebeurt er nu? Nu gaat iedereen naar zijn eigen huis, dat is zeker. Dat verhaal. Is die nou er doorheen geteleporteerd? Ja, dat is het ding met die bekers. Bekers? What the fuck? Betty bellen. Dat ze naar een eigen stulpje gaan. Wat is het? Ja, val hem aan. Ik ga slapen. Het is echt wel goed dat ik mijn hond heb meegenomen. Ik hoop niet dat mijn hond doodgaat. Discover every structure type. Hoorde ik mijn hond doodgaan? Oh nee. Ik moet hem wel even gaan helpen, volgens mij. Pak hem! En dan krijg jij van mij zijn lijk. Dat is wel leuk, denk ik. Hier. Kom maar. Nee, niet te enthousiast. Of trouwens, jawel. Vermoord alles maar wat je ziet, joh. Zo. Vreet op. Dit kan niet. Jammer. Dat zou mooi zijn als hij hem gewoon in zijn mond vasthoudt. Want je hebt natuurlijk van die nieuwe vosjes. Wat? Kun je niet handelen? Ik kan niet handelen. Met mijn blote hand dan. Nee, ik kan niet handelen. Hè? Wat een rotzak eigenlijk. Ik wil eigenlijk huisjes vinden en leuke dingen mee. Ik ga die bel meenemen. Die bel is van mij. Sorry mensen. Hier is nog een mooi huisje. Ik dacht even dit wordt een geflipte village, maar eigenlijk klopt het gewoon. Oh, nice bed. Dit wordt mijn nieuwe bed. Zo, dit is gewoon een mooie kleur. Hier nog een mooie kleur. Maar ik zoek eigenlijk, heel eerlijk gezegd... Oh ja, zo'n compost. Maar daar heb je echt niks aan. Het is alleen voor decoratie wel leuk. Dit kun je echt voor veel decoratie dingen gebruiken. Alleen niet voor waar het echt voor bedoeld is. Daarvoor is het gewoon te... Het rendement is heel laag, laat ik het zo zeggen. Want je stopt er veel in en dan krijg je één bone meal. En dat is zo weinig. Dit is handig voor op het begin van het spel of zo. Maar dan nog, gewoon skeletten vermoorden is zoveel... Hey. Hey joh. Is zoveel efficiënter. Een koe farm. Sorry koe, maar ik moet dit ding even vermoorden. Oh ja! Al die hekjes! Oh mijn god. Ik was dat helemaal vergeten. Oh man, ik ben zo enthousiast. Sorry dat ik jullie stad kapot maak. Villagers van de stad. Maar ik vind dit echt even nice om te hebben. Ik kan het ook gewoon zelf maken. Dat weet ik ook wel. Maar ik word even enthousiast en ik moet het jatten. Maar je kunt er zoveel leuke dingen mee bouwen. Hè? Met die nieuwe hekjes en meer details. Het wordt ook weer moeilijker om het mooi te maken. Vroeger in heel vroege Minecraft. Het was gewoon makkelijk om het mooi te maken. Want je had zeg maar heel weinig verschillende blokjes. Dus de standaard lag heel laag. Waardoor eigenlijk iedereen gewoon lelijk bouwde. Waardoor dingen sneller mooi werden. Alleen nu heb je... even kijken hoor.
Wow, is allemaal nieuw. Waar zit de richting? Waar we... Oh ja, east, south, north, west, south, west. Maar nu heb je dat... Er zijn zoveel blokjes en er zijn zoveel mensen die eigenlijk heel goed kunnen bouwen. Het is heel moeilijk om dan ook een mooi gebouw te gaan ontwerpen. Omdat we zijn al best wel veel gewend. Omdat er zoveel verschillende blokjes zijn en dingen die je ermee kan bedenken. Kijk, let op. Dit is leuk. Als je hier zo hout boven zet. Ik weet niet, het is maar een voorbeeld. Kijk, dit is een soort leuk decoratiedingetje waardoor dit soort... hoe heet dat? Ik weet niet hoe het heet. Maar dat ziet er gewoon cool uit. En je kunt erin zitten. Dat is ook echt heel leuk. Zo. Ze gaan ook snel kapot, joh. Er is zoveel nieuws. We gaan dat echt nog wel ontdekken. Waarschijnlijk ga ik het grootste deel gewoon zelf ontdekken. Zonder de video. Echt een denderende lopende serie is dit ook weer niet. Het is echt gewoon... Even gewoon, oh ja, dit bestaat nog. En blijkbaar maakt hij nog afleveringen. Het is me opeens Robin. Ik voel ook of zo aan dat ik mijn YouTube-gave kwijt aan het raken ben of zo. Vroeger kon ik praten en praten. En ik had ook echt het gevoel dat het leuk was om naar te luisteren. Terwijl, nu praat ik ook wel veel. En ik weet niet waar het over gaat. Echt over weinig. Maar ik heb, zeg maar... Zelf niet het gevoel dat dit leuk is. Ik denk dat dat het ook is. En ook hetzelfde met het bouwen. Omdat er steeds meer nieuwe blokjes komen. Is het moeilijk om echt iets goeds te maken. Dat ook met YouTube. Er zijn steeds meer YouTubers die echt goed dingen kunnen bouwen. Omdat... video's kunnen maken. Omdat er gewoon nieuwe technieken zijn. En mensen zijn er gewoon beter in dan vroeger. En het is gewoon... Stel je voor dat je iets had als Dylan Hagens... Maar dan die stijl en dan in 2010, dat is echt... In 2010 had je het beste wat er was Banjo Movies. En dat was Bardo en die zat voor in zijn kamer, zat hij voor zijn camera. En hij ging gewoon praten. En als je geluk had, was het geknipt. Maar dan was het al heel fancy. Het is zo bijzonder geëvolueerd. Nu als Bardo dat doet, dan denkt iedereen, wow, wat ben je lui man. De standaard ligt heel hoog. En daardoor voel ik ook dat ik daar niet mee kan concurreren. Er zijn gewoon veel leukere filmpjes dan dit. Je moet het ook hebben van mensen die gewoon echt gewoon geen zelfwaarde hebben. En hun tijd stoppen in het kijken van mijn filmpjes. Sowieso heb ik geen zelfwaarde aangezien ik het ook maak. Dat duurt nog langer. Terwijl ik ook betere dingen kan doen zoals studeren. Of Minecraft spelen zonder het op te nemen. Yo. Geen idee. Ik heb gisteren... Oh, ik keek... Of tenminste, ik keek op Spotify. En rechts, als je op de computer op Spotify zit... Ik weet niet waarom ik dit eigenlijk meeneem. Rechts, als je op de computer op Spotify zit... Dan staat er zo rechts een activiteitenfeed van je vrienden. En ik volg ook mijn vader op Spotify. En hij was een stukje van Ronald Goedemond, de cabaretier, aan het luisteren. En dat stukje heette Bij de Action. En ik dacht, ik ga dat ook tegelijkertijd luisteren. Dat is grappig. En dan, als het ergens over gaat... Het ging op een gegeven moment in een ander stukje dat hij ook aan het luisteren was. En ik dus ook over panfluit-indianen. En terwijl hij dat luisterde, stuurde ik op WhatsApp een foto van panfluit-indianen. En hij reageert zo, wow, die was ik net toevallig aan het luisteren. Maar dat is wel grappig. Dat het dan gewoon laten lijken of het heel bijzonder is. Terwijl eigenlijk... De wereld is een illusie. Dit kan allemaal weg. Ik wil dit hout even meenemen. Ik weet niet waarom ik dat ineens doe of zo. Het heeft niet echt nut. Maar het is gewoon leuk. Ik ga hier deze toortjes neerzetten. Misschien kom ik ooit nog hier zo. En dan denk ik, wow. Die toortjes, dat is echt lang geleden, man. Tijd is zo interessant. In ieder geval, in dat stukje ging het dus ook over... was er een soort uitspraak in de rij bij de Action. Dat hij... hij zei... Tegen een klant achter zich in de rij. Ik ga niet heel de situatie uitleggen. Dan is het pas grappig. Want je moet niet nu verwachten dat ik iets heel grappigs ga vertellen. Hij zei dan... hou je bek. Ik sta hier mijn principes te verdedigen. Zoiets. Je moet de context weten om het grappig te vinden. En je moet het ook van hem horen. En die man achter hem zei... In het verhaal dan... is dat nou nodig, dat taalgebruik? Waarop Ronald Goedemond zei...
taal, met dit, sodemiet erop met je taalgebruik. Taal, taal. Taal is als een zelfopgelegde handicap die in plaats van nabijheid vooral verdwijning faciliteert. En die eigenlijk oprechte zielsontmoetingen schaars maakt. Of misschien zelfs vervangt door een blindemansdans voor dolende individuen die al verbaal masturberend elkaar de hand toereiken, maar elkaar nooit raken. Of naar elkaar reiken, maar elkaar nooit raken. En uiteindelijk allen alleen verpieteren in pretentie. Nog een village. En dat is. Het lukt me nog steeds niet om het helemaal te quoten. Maar ik dacht, dit is gewoon echt grappig. Omdat het gaat over wat betekent taal nou. En dan ga je zo super fancy met taal spelen. Vond ik wel grappig. En er komt ook nog een stukje achter. Dan zei hij, hey, hij is cool. Dat is mijn vriend. Dat hij dan zegt tegen... Of hij zei... Of zoals mijn ome Leo tegen tante Margriet altijd zei... Wat gewoon grappig. Jongens, ik vind het hier druk. Een ander huisje. Er is ook allemaal gele klei. Dat is ook wel handig. Niet dat ik dat hiervan ga meenemen, want ik heb gewoon... Het zijn echt wel handige manieren om gele klei te vormen. Maar ja. Is hier iets? Nee. Het is echt wel een kleine village dit. Is hier nog iets interessants? Nee. Cool. Ja, ik vind het wel echt een verbetering, die villages. Dat is zoveel beter geworden. Oh, hier is nog. Damn. Een vreemde plek. Nog een bel. Ik wil een bel. Dankjewel, man. Ze zijn stackable. Maar in ieder geval, gisteren dacht ik, dit moet ik uit mijn hoofd gaan leren. Als het ooit over taal gaat, en iemand verbetert mijn taal of zoiets, en dan zeg ik, uit mijn hoofd geleerd, ik ga het nog een keer proberen. Ah joh, wat is taal? Taal is eigenlijk als een soort zelfopgelegde handicap, die in plaats van nabijheid vooral verdwijning faciliteert. En die oprechte zielsontmoetingen schaars maakt, of zelfs vervangt door een blindemansdans voor dolende individuen die al verbaal masturberend naar elkaar reiken, maar nooit elkaar raken en uiteindelijk allen alleen verpieteren in pretentie. Ik vind dat echt gewoon grappig. En nu zit ik eigenlijk gewoon in mijn leven nog te wachten op het moment dat ik dat uit mijn hoofd kan gaan zeggen zonder te oefenen, want nu heb ik net één keer geoefend. Oh kut, ik heb geen Elytra natuurlijk. Ik heb dit natuurlijk net één keer geoefend en nu lukt het vlekkeloos, maar ik wil het echt wel zo vaak oefenen dat ik het altijd uit mijn hoofd kan opdreunen. En dat lijkt me gewoon grappig. Maar ook wel vrij onmogelijk. Nee, niet onmogelijk. Ik leer best wel snel als ik de tijd neem. Dat vind ik eigenlijk best wel chill. Kijk, ik snap niet alles ofzo, maar als ik echt de tijd neem... En ik denk dat veel mensen dat wel hebben. Als je echt de tijd neemt en je zegt, ik stop hier pas mee als ik het helemaal snap en ken. Echt dedication, discipline. Dan kun je dingen leren. En de een zal daar wat langer over doen dan de ander. Dat maakt ook helemaal niet uit. We zijn mensen. Het gaat erom dat je volhoudt en blijft proberen. Ik had een beukblokje, dus ik join even de wereld opnieuw. Oh joh, ineens is het nacht. Ik ben echt laag, jongen, als ik shift. What the fuck? Hij buigt ver, jongen. Maar het is wel logisch of zo, want zijn ogen zitten ook daar. Maar ik voel me klein als ik zo rondloop. Boeien. Wat maakt het ook uit voor de wereld ook een economie. Anyway, ik heb dat dus gisteren uit mijn hoofd geleerd. Ik had het ook op Facebook gebruikt. Iemand had het over het dure taalgebruik van Thierry Baudet, waar die eigenlijk... Mensen hebben dan niet door wat hij eigenlijk bedoelt met zijn vreemde ideeën en zo. Zijn er mensen die er niet tegen kunnen dat ik nu... Nee joh! Nee! Wat een oen. Wat een oen. Jezus! En dat is dan mijn huisdier. Of ja, nou niet meer. Oh, jezus. Ja, boeit me ook niet. Wat een oen! Wat een oen! Nee! Wat een oen! Gelukkig heb ik hele goede armor. Kut. Ja, oké. Ik beschuldig mijn hond nergens van. Ik herken het eigenlijk wel. Goed. Wat ik deed, ik was gaan werken dus gisteren van 5 tot 9. En ik heb gewoon de hele tijd tussendoor in mijn hoofd die zin herhaald. Of die paar zinnen. Tot ik het gewoon uit mijn hoofd wist. De hele avond door.
op den duur was ik het ook beu. Maar ja, nu kan ik het wel. Ik lees het niet voor, hoor. Dat is ook wel... Tuurlijk, als je het voorleest, dan is het makkelijk. Oh, hier is meer. Als je het voorleest, is het makkelijk. Ik heb hier niks aan. Die kisten, waarom ben ik zo op zoek naar die kisten? Ik heb alles al in mijn Minecraft-wereld. Misschien nog een beacon is wel handig. Oh, hier. Dit is zo'n workstation, maar je kunt er niks mee. Het is alleen om te zorgen dat... voorlopig. Om te zorgen dat villagers een professie hebben. Maar voor de rest, niks. Oh, hier waren we al natuurlijk. Ik ga hem nog een keer doen. Want voor de fans. Ja, ik zou hem sowieso eens opzoeken, want straks eindig ik de video. En dan moet je gewoon even op YouTube opzoeken. Ronald Goedemond bij de action. En dan is het de tweede helft of zo. Het is eigenlijk een heel grappig stukje. Gewoon compleet ook. Dus gewoon luisteren. Sowieso. Zijn shows. Kijk gewoon zijn shows. Kijk al zijn shows. Jezus, ik kan niks. Kijk al zijn shows. Ik zei ik ga hem nog een keer doen. Ik was vergeten wat ik ging doen. Wow, ik ga hem nog een keer doen. Taal! Waarom doe ik dit ook, joh? Ooit heb ik Kent Holders uit mijn hoofd geleerd. En toen ging ik ook in de video, dat is echt 2013 nog, ging ik de hele tijd Kent Holders ging ik rappen. In de video. En dat is dus ook gewoon mijn stijl. Dat derpy shit. En dat ik mij daarmee bezig hou. Ik ben ook bang dat ik later, zeg maar, in de politiek ga of zo. Niet omdat dat kut is. Dat is niet waarom ik er bang voor ben. Maar dan ben ik bang dat mensen mijn YouTube kanaal gaan vinden. En dan gaan ze mijn filmpjes kijken. En dan denken ze, eigenlijk is die gewoon een oen. Daar ga ik toch niet op stemmen. Dan moet ik even alles privé zetten. Maar toch, ik zit zo... Mijn persoonlijkheid en mijn sporen zijn zo in YouTube geworteld. Er zijn ook andere kanalen waar ik op sta. Ja, weet je wat het is? Ik kan beter cabaretier worden dan. Wat, zeg maar, wel lastig is. En daar moet je heel veel zelfvertrouwen voor hebben. Ik denk niet dat ik echt grappig genoeg ben om genoeg publiek te hebben. Kijk, ik bedoel, Jan Dino is mateloos populair. Hoor je wat ik zeg? Blijkbaar. Zelfs Jan Dino is mateloos populair. Dus ik kan het ook. Dat is misschien ook wel gewoon mijn levensmotto. Ik denk oprecht dat ik dat als levensmotto moet gaan gebruiken. Zelfs Jan Dino heeft gewoon heel veel succes. Dus ik kan het ook. En misschien moet ik dat gewoon als quote op mijn muur gaan zetten ook. Nee, maar dat wil ik niet doen. Maar dan heeft Jan Dino echt gewoon een grote... Zijn naam vet groot op mijn muur en dat wil ik ook niet. Dus dan doe ik gewoon zelfs heel groot en dan heel klein. Jan Dino. Toch goed ook in de kist te kijken. Zelfs Jan Dino. En dan weer groot. Heeft succes. Dus ik kan het ook. Zodat zijn naam toch niet groot op mijn muur staat. Of ik zet gewoon Dan Jino. Nee, dat staat nergens op. Is er hier nog iets binnen? Oh, nog zo'n archery workstation. Maar daar kun je ook nog niks mee. Helaas. Het was leuk om die dorpjes een beetje te ontdekken. Het was echt een toegevoegde waarde aan heel mijn leven. Aan zich. Wat ik wel kan doen is gewoon zeggen dat ik iemand anders was. Nee, dat ben ik niet. Dat is een andere Robin de Brouwer. Met dezelfde stem en zo. En hetzelfde uiterlijk. Maar boeien. Ja, ik weet niet, man. Het boeit allemaal niet. Sowieso word ik nog het liefst stand-up, comedian, cabaretier. Alleen het is wel gewoon lastig om echt dingen te gaan bedenken en zo. Bedenk maar eens een show. Dat is zo lastig. Ik was in de Jumbo. Aan het werk dus. En er gebeurde iets wat een soort teken van de goden was. Dat ik echt wel gewoon weer cabaret moet gaan maken. En leren en ermee bezig zijn. Sowieso eerst was er de situatie. Die was er dat er een zwarte man. Goed. Een zwarte man. En die... Jezus. Die kocht echt, ik denk 40
van die pakjes water van 9 flesjes. Van die kleine vierkante, ja, kleine plasticjes met 9 flesjes water. Daar 40 van. Dus echt 400 flesjes water. 360. Kan hij ook niet handelen? Wat is dit voor gedoe ook? Ik wil gewoon handelen met iemand. Ik ben ook een klant. En die gast die kocht dat. En dat zag er grappig uit. Het was gewoon een winkelwagen vol met van die flesjes voor zover het oog reikte. Riek. En dus kwam een andere man die kwam langs en die zag dat en die keek zo naar mij van zo, die neemt veel water mee in flesjes. En toen zei ik tegen die man, ja, dat is een bestelling van de brandweer. En toen ging hij echt gewoon lelijk stuk. Maar dat is het mooiste. Lelijk, mensen die lelijk stuk gaan om je, dat is de grootste eer. Hoe lelijker de lach, hoe oprechter. Want als iemand lacht van, dan heb je tijd om het te controleren ofzo. Dan controleer je jouw lach, omdat je er rekening mee houdt. Dat je niet als een volslagen idioot moet overkomen. Als je iets zegt en iemand lacht zo, dan weet je dat het vet oprecht is, omdat het gewoon niet klinkt. Mensen hebben geen tijd om het te gaan controleren en leuk te laten klinken. Dus het is een vet oprechte lach. Zo lachte die man ook. Dus dat is gewoon leuk. En toen dacht ik, ja, mensen aan het lachen maken, mensen lelijk laten lachen, is echt mijn levensmissie. En het is zo moeilijk. En het is ook niet voor iedereen weggelegd. En misschien ook zelfs gewoon niet voor mij. Maar je kunt het hoogstens proberen. Zelfs Jan Dino kan het. Nou heb ik meteen ook een mooie titel. Zelfs Jan Dino kan het. Grappig overkomen. Dus het gaat allemaal om Bonky Bonky. Nee, oké. Ze hebben gameplay memes. Leuk. Het gaat allemaal om een show. Het gaat allemaal om het einde van de aflevering. Dankjewel voor het kijken. Het duurde weer even. Het was weer een heel avontuur met jullie. Ik ga hier een mooie foto van maken, man. Bam! Of zo dan. Met die Iron Golem. Bam! Ik ga dichterbij staan. Het is kunst hoor, wat ik hier maak. Zo. Bam! Alleen die banners zijn lelijk, dus die haal ik even weg. Oh ja. Ja, maar Jezus. Hop. Zo. En dan vanaf hier. Dit is gewoon echt, dit hoort erbij. Maar nu staat hij niet meer leuk. Zo dan. Ja. Zonde van die experience orb. Orb. Zo. Nieuwe. Ja. Nee, maar nu loopt hij weg. Die kan ik ook niet tegen. Oh, dan weet ik een betere. Hij moet de andere kant op staan. Niet weglopen. Stop. Stop met lopen. Stop met lopen. Niet doen. Niet doen. Blijf staan. Blijf staan. Zo dan. Nee. Zo dan. Yes. Zo, zo, zo. Hop, maar nu heb je toch weer die banners. Kijk naar mij. Golem, kijk naar mij. Hier zo heen. Nee, laat maar. Tot ziens. Doe een like. Doe trouwens een like. Dat is belangrijk voor de maatschappij. Doei.